Oh, ik heb een berichtje van Jacqueline. Oh, wat zegt ze? Hoi. Oei. Wat? Is dat niet goed? Ze spreekt mij toch aan? Hoe kan het daar nog fout zijn? Weet je tegen wie ik hoi zeg? Tegen mijn moeder. Je moet de hi hebben. Dan weet je dat je goed zit. Dan weet je dat je binnen bent. Er staat wel een smijltje bij. Oh, nou, misschien blijft de schade beperkt. Welke is het? Een blij kikkergezichtje. Een blij kikkergezichtje? Je weet wat dat betekent, hè? Wanneer stuur je nou iemand een blij kikkergezichtje? Wanneer ik met mijn tong in iemands keel wil roeren. Juist. Ah, dat komt goed uit, want ik ben net aan een nieuwe zoentechniek aan het werken. Waarbij je je tong stil in iemands mond legt. En, en dat is het. Ik noem het de dode vis. Je moet het leren waarderen. Oké, okay, dus wat we hier hebben is een zeer tegenstrijdig berichtje. Je hebt de hooi en je hebt het kikkergezichtje. Het lijkt erop dat zij nog niet eens precies weet wat ze met je aan moet. Maar dat betekent dat alle deuren nog openstaan. Oh ja! Yeah. Dus als je het nou gewoon cool spelt, kan het nog alle kanten op. Ik stuur daar een foto van mijn pik. Wat? Mijn stijve pik? Waarom? Ik raakte in paniek! Ik deed het! Ik ging er gewoon voor! Waarom heb je überhaupt zo'n foto bij de hand? Omdat hashtag YOLO. Ken je dat? Nee, ik ken het niet. <middels>